3 jaar geleden heb ik het initiatief genomen hier in de Kamer, namens mijn partij, om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. Alle kinderen een hobby wordt gegund. Met rijke ouders, met arme ouders. Bij het begin ging dat goed. De laatste jaren gaat het minder. De crisis is gekomen en wordt een beetje teruggeworpen. Veel te veel kinderen groeien op in armoede. Waar ik me nu heel erg zorgen over maak, is over wat het nieuwe kabinet van plan is te doen. Korten op de huursubsidie. Korten op de zorgtoeslag. Korten op de kindertoeslag. Dat brengt gewoon mensen in de problemen. Korten op de bijstand. En als mensen dan niet geven om die ouders, laat ze dan alsjeblieft geven om die kinderen. Dus ik roep de CDA, de VVD en de PVV op. Laat die kinderen niet barsten. Gun ze een hobby. Leg je niet neer bij deze armoede. En als je het niet doet, vind ik dat je je diep moet schamen. We moeten strijden voor die kinderen. Die kinderen verdienen ook een kans.